Goedenavond. Ja, wat een verhaal, hè? Peperdure spelers kopen terwijl er geen cent in kas is. Topsalarissen bieden die je helemaal niet kunt veroorloven. En dan nog een lening aangaan met een dubieuze partij. In de ijdele hoop de boel nog een beetje recht te trekken. Het is een financiële bende bij FC Twente. Wie mag de boel dan weer redden? Juist ja, de gemeente. Het scenario dat Twente failliet zou gaan werd steeds realistischer. En dat betekent voor de gemeente ook een verlies van 17 miljoen euro, de huidige lening. Dus dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat iedereen natuurlijk ook een warm hart heeft voor de club. Waar velen een leuke weekendactiviteit in zien. Waar natuurlijk veel mensen ook werken. Waar een hele economie van toeleveranciers omheen hangen. En wat een groot gedeelte van Twente echt als trots voelt. Dus het is een beetje uit nood en een beetje uit liefde. Een beetje uit nood, een beetje uit liefde. Huistukker Bart Reijnen. Twente lijkt gered door de gemeente. Hoe gaat de gemeente Enschede dat doen? Geboren in Enschede overigens, Kijk. Maar dat tezijde. Die deal ziet er als volgt uit. De gemeente die gaat Twente een garantie geven van 32 miljoen euro. Met die garantie kan Twente dan elders geld ophalen. In ruil daarvoor moet Twente wel zijn stadion, de Grolsvesten, inleveren. Die gaat in een aparte losse stichting, komt die. Daar moet Twente dan huur voor gaan betalen als ze daarin willen spelen. 2,5 miljoen per jaar. En met die garantie en dat geld wat ze dan bijvoorbeeld bij banken hebben geleend, kunnen ze dan wel in één klap die lening van 17 miljoen aan de gemeente afbetalen. Maar waarmee het dus eigenlijk wel zo is dat de gemeente met zijn eigen garantie zichzelf laat terugbetalen. Okay, en dan gaat het een paar jaar later weer mis met Twente. Of ben ik dan een beetje te cynisch? Het is natuurlijk wel een cynische constatering, maar het zou heel goed kunnen dat je wel gelijk hebt. Want ja, dat is wel het scenario wat zich in de voetballerij constant blijkt te herhalen. Een club die raakt de financiële problemen. Dan gaat bijvoorbeeld het stadion naar de gemeente. De club huurt dat vervolgens. Nou, de club gaat vervolgens gewoon door met alsof er niks veranderd is. Blijven enorme salarissen uitbetalen. Komt een paar jaar later weer in de problemen. Dan zegt die club van ja, maar ja, dat komt ook omdat we zoveel huur moeten betalen aan jullie gemeente. Jullie moeten die huur verlagen. Nou, vaak zijn dan dat de gemeente uiteindelijk toch na veel gekissenbis toch wel overstag gaat. Ja, en zo blijft dit systeem maar doorrollen. We blijven ze redden. Het lijkt wel een soort bank, Erik, eigenlijk. Het is een trieste constatering inderdaad. Ja, en wat mij dan inderdaad verbaast, is dat die instituten, die clubs maar steeds gered worden, zoals banken ook steeds maar weer gered worden. Maar daar ontstaat in ieder geval nog enige opwinding over die salariering en die bonussen. Maar die spelers die komen overal mee weg. En die trainers en die salarissen die blijven onverkort stijgen enzovoort. Op enkele clubs na dan. Dus dat vind ik wel heel erg raar. Hoe kan het dat gemeentebestuurders hier dan toch steeds weer mee instemmen? Nou, ik denk toch dat het heel erg veel te maken heeft natuurlijk met het gegeven dat een club in een stad natuurlijk een enorm van belang is voor de sociale cohesie, wat het instituut voor een functie heeft in die omgeving daar. Dus dat is een belangrijke reden, denk ik, om dat te doen. En dat vind ik ook wel een hele realistische omgeving. Maar dan zou je als gemeentebestuurder toch ook in staat moeten zijn om daar voorwaarden aan te verbinden die maken dat het niet nog een keer gebeurt. Maar dat lukt dus blijkbaar steeds weer niet. Ja, nee, dat is het feit dat het elke keer gebeurt. Dus die clubs en ook die clubsvoorzitters die weten uiteindelijk toch wel dat ze ergens gered worden. Je zou kunnen spreken van de moral hazard. Hè? Dat heb je natuurlijk in die bankaire wereld ook. We worden uiteindelijk toch wel gered. We kunnen al die risico's wel nemen. We nemen die dure spelers weer en we huren die dure trainer weer in. Enzovoort. En als het misgaat, ja, hop, dan staat die gemeente weer klaar. Dus daar zou op een of andere manier toch een systeem voor moeten komen waarbij je denkt van nou, uiteindelijk moeten ze ook toch wel failliet kunnen gaan. Ja, om kunnen vallen. Nu wordt de KVB wel wat strenger, merken wij, hè? Met financieel toezicht. En er zijn wat voorbeelden, je moet even zoeken, maar er zijn wat voorbeelden in het verleden van clubs die het niet hebben gered. Waar de gemeente wel zei, tot hier en niet verder. Nou, er zijn wel heel veel mensen toch wel verdrietig van geworden. Ik noem even de club HFC Haarlem. Ja, prachtclub. Ja, 2010 onder zeil gegaan. De club kratte daarvoor nog net 6 ton steun gekregen van de gemeente. Ruud Gullit nog gespeeld. Ja, die komt daar vandaan. Hmm. Voordat hij naar Feyenoord ging. Voordat hij uiteindelijk bij PSV belandde. Vervolgens naar Milan enzovoort. RBC, Roosendaal, 2011. Hè. In 2011 stelde de gemeente nog 7 ton garant voor de club. Naar de kloten. Veendam, 2013. Nou, de gemeente had daar nog een veel diepere zak. Die heeft er 4 miljoen ingestoken. Daar was eigenlijk de gemeente ook gewoon officieel de hoofdsponsor. Een mooie uitzondering op de regel van overheidssteun is de firma is AGOVV uit Apeldoorn. Die club
Die ging in 2013 ten onder. En daar verspeelde de gemeente geen enkele euro aan. Kijk, zo kan het ook. Dus het kan wel. Bart, kunnen betaald voetbalclubs eigenlijk niet zonder de overheid? Is dat bijna een conclusie die je kunt trekken? Ja, die conclusie kun je eigenlijk wel trekken. Tot een paar jaar geleden was het zo dat eigenlijk alle clubs wel overheidsgeld hadden gekregen. Op de een of andere manier via een garantiestelling, via een lening of via een deelse investering in het stadion. Er was altijd één uitzondering. Dat waren de Eindhovenaren van PSV. Maar zelfs die het altijd zo goed voor elkaar hadden, die moesten een paar jaar geleden toch voor de bel. En die moesten toch aankloppen bij het gemeentebestuur. Eindhoven schiet PSV te hulp. De gemeente koopt de grond onder het PSV-stadion, staat in een voorstel van het college van BMW. De gemeente Eindhoven is natuurlijk niet de eerste die geld steekt in een noodlijdende voetbalclub. Uit onderzoek van het weekblad De Groene Amsterdammer blijkt dat de afgelopen jaren provincies en gemeenten voor 610 miljoen euro aan de sector hebben gegeven. Toen zagen we Koen de Recht nog eens. 610 ja. miljoen euro worden geld. Nu 32 miljoen dus garanties van de gemeente Enschede aan FC Twente. Erik, mag dat zomaar? Is het geen staatssteun? Omgerekend is dat de 200 euro per inwoner van de stad Enschede. Daar betaal jij dan niks mee, want jij woont er waarschijnlijk niet meer. Ja, dat mag wel, maar van Europa mag het alleen als het gaat om reddingsacties. Bedrijven mogen alleen gered worden als ze echt in doodsnood verkeren. Nou, dat geldt inderdaad voor het bedrijf Twente. Dus ja, het is toegestaan. Nou, dat is het meest bizar. Je zegt 200 euro per inwoner. Dat is, ik weet niet hoeveel we per inwoner aan Griekenland betalen, maar dat zit ook een beetje in die contraille. Ja. Toch is daar heel wat meer hoe is dat, tegenstand dan tegen dit soort clubs. Hè? Dat blijft toch raar altijd. Terwijl de gemiddelde speler van Twente waarschijnlijk meer verdient dan Gerrit Salm om zijn reddingsactie. Er is één donker shot, heb jij gevonden? Ja. Die strijdt tegen de steun aan voetbalclubs. En die donker shot heet in het Nederlands Loek Jorritsma. Dat is een gemeenteambtenaar van de gemeente Volendam. Die had het een paar jaar geleden, was hij het zo zat dat al die clubs elders in Nederland werden gesteund. Dat hij zei van ja, Volendam wordt niet gesteund, al die andere clubs wel. Dat is zo'n oneerlijke concurrentie. Ik ga gewoon PSV, wat toen net steun had gehad, die ga ik gewoon aangeven in Brussel bij de Europese Commissie. Sindsdien is de Europese Commissie die deal tussen Eindhoven en PSV aan het onderzoeken. Hij heeft niet alleen bij PSV gelaten, hij heeft ook MVV, Den Bosch, Willem II en NEC, die allemaal miljoenen aan steun van hun eigen gemeente hadden gehad, heeft hij allemaal in Brussel aangemeld. Europese Commissie. Klikt. Zo kun je het wel noemen. De Europese Commissie is het nu aan het onderzoeken. De voorlopige uitslag is dat het inderdaad toch niet klopt, dit soort deals. Okay. Maar definitieve uitspraak moet nog komen. Maar, omdat die clubs dus niet in doodsnood verkeerden. Dat ze steun hebben gekregen, terwijl het eigenlijk. Ja, dat het toch inderdaad. Noodzakelijk was. Toch een vorm van staatssteun moet zijn. Monetaire doping, hè, kun je het noemen. Ja. Loek Jorritsma, maar die man heeft zich populair gemaakt. Ja, ik denk niet dat het de meest favoriete persoon in Eindhoven, Maastricht, Den Bosch, Tilburg en Nijmegen is. Ik weet niet of hij daar persoonlijk last van heeft. Hij heeft overigens wel gezegd dat hij het echt voor de sport doet. Hij wil dat alle clubs gelijke kansen maken. En daarom dat hij het bijvoorbeeld ook niet bij Nederland heeft gelaten, maar ook Real Madrid. De grote reus uit Spanje, die heeft hij ook aangegeven bij de Europese Commissie. Ja, hij zegt dat hij doet het voor de sport, maar of hij er veel populairder mee wordt, dat kun je dus afvragen. Loek Gorritsma. Loek Gorritsma uit Bollendam. Bollendam. Ja. Erik Smit, dankjewel.